voor. Ja. Ik heb trouwens leuk dat je kijkt vandaag naar deze nieuwe weekvlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag is het maandag. En ja, ik heb me dus gisteren afgemeld voor vandaag. Omdat ik natuurlijk vorige week vrijdag natuurlijk geholpen ben aan mijn voet. Ik heb vanmorgen het bandje verschoond. Daar heb ik gezien dat het weer een beetje is gaan bloeden. Dat is logisch, als je verschoont, je haalt het gaasje los. Ja, dan blijft het vast plakken en dan trek je het natuurlijk weer open. Het moet gewoon vanzelf weer dichtgooien. Dat duurt alleen even. Het kan anderhalve week tot twee weken duren, had de huisarts gezegd. Dus dat is best wel lang. De teen is ook nog flink opgezwollen. Dus het ziet ernaar uit dat het de rest van de week natuurlijk nog niet echt gaat slinken, denk ik. Ik ga dus vandaag lekker eten. Zuurkostal. Ja, midden in de zomer. I know. Maar hartstikke lekker. Zuurkostal kan altijd. Gewoon hartstikke lekker. Ik dacht, ik heb daar eens gezien. Dus wat ik dan doe is rookworst en dik. Vandaag ook gehaald. Ik heb vandaag de boodschap gedaan. De zuurkool heb ik vorige week gehaald bij de Lidl. Maar vorige week kon ik het niet eten omdat ik aftes had. Als je aftes hebt, moet je geen zuurkool eten of je moet door de grond willen gaan van de pijn. Dan moet je dat vooral doen. Het is vandaag zaterdag en ik ga vandaag naar mijn ouders. Ja, niet voor het weekend hoor, maar ik zet hier even hier neer. Ik moet even wel regen. Ja, we gaan vandaag bij mijn ouders barbecuen en ik word tegen een uur of één opgehaald door mijn vader. Ja, omdat ik natuurlijk nog steeds met die voet zit. En dus geen scooter kan rijden daardoor. Ja, niet dat ik mijn voet ga raken om gas te geven voor de scooter hoor. Dat niet, maar het is me gaat er meer om dat ik de scooter niet op de standaard krijg. Of kan zetten. Omdat die kracht niet kan zetten. Want ik gebruik namelijk mijn rechtervoet om op de scooter op de standaard te zetten. Oké, rechtdoor. Ik dacht, maar ik rijd al zo. Kom je van die kant af? Nee, van die kant af. Hé, mooie jurk aan mij. Ja, zeg maar voor mijn verjaardag. Ik ben over twee weken jarig. Dat gaat hartstikke goed. Ik heb trouwens ik ben net weer thuis van de barbecue bij mijn ouders. We hebben het gezellig gehad. Totdat we op het moment wat hoorden op straat bij mijn ouders. In de straat. Daar hoorden we een keer keihard geschil, veel geruzie en noem maar op. En op een gegeven moment hoorden we ook kinderen huilen en alles. En dat is gewoon echt heftig. En wij dachten, achter is alcohol in het spel, weet je, dat soort dingen. En even later weer, we liepen de straat op en ik hoorde ook al een gegeven sirenes en ik keek op de site entertainmelding.nl. Dat is een site waar je entertainmeldingen kan, dus ook al zien. Dus
stond er dus dat er een tramhelling op weg was naar de straat van mijn ouders. Waar mijn ouders wonen. En toen dacht ik, oh, dus ik loop die straat op. En ja, weet je, ik zie niks, maar ik hoor wat. Toen ze bellen, zie ik de politie aankomen rijden met z'n twee politieauto's. En op een gegeven moment ook een ambulance. Wat blijkt nou, er is een steekpartij geweest. En want ik zal even die nieuwe artikelen linken in de beschrijving. Ook al is het heel lang geleden, als je deze vlog kijkt, dat het is gebeurd. Maar best wel heftig. Er is een steekpartij geweest. Er zijn twee mensen gewond, waarvan eentje echt kritisch is. Dus echt niet goed mee gaat, ik begreep ook. Ja, eentje is dat plaatsbehandeld en volgens mij zoiets begrepen. Maar ze zijn volgens mij wel allebei in het ziekenhuis, dacht ik. I'm not sure, maar volgens mij wel. De ene zo goed slecht is wel natuurlijk. Maar best wel heftig. Bloedspoor, de straat. Het is net toen mijn vader weg ging brengen, het stuk waar het is gebeurd, is echt helemaal afgezet. Tot de straat die erachter zit, waar het verder nog heeft afgespeeld, is ook waarschijnlijk afgezet als plaats delict. Want nu had ik ook begrepen is dat mes waar het mee is dus gebeurd. Iemand is in de bovenarm gestoken. Slagadelijke bloeding dus. Die mes daarvan is dus bij iemand anders die er helemaal niks mee te maken had. In de tuin, in de prullenbak gegooid. En daar wordt dus nu ook gewoon een onderzoek gedaan. En dat is gewoon zo belachelijk. En toen zagen we ook dat bij een ander huis die er ook helemaal niks mee te maken had. Daar die ruzie dus blijkbaar voor ontstaan is. De ruit daar dus ingeslagen is, tenminste zo leek het. Heel heftig. Wild Westen vrede in een Rijnkamp. Nou ja, in een dorp. Nou, dat verwacht je ook niet. Je zou het eerder hier verwachten in Wageningen, omdat het een stad is, maar niet echt in een dorp of zo. Maar ja, blijkbaar dus wel. Wel traumatisch, wel ernstig dat de kinderen dat hebben waarschijnlijk zien gebeuren. Vind ik echt heel erg triest. Je krijgt als je het ziet, het gewoon niet van je netvlies meer af. Dus dat is echt, voor kinderen is het echt het heftigst. Laten we daar maar bij staan. Zoals dan dat het echt daar dat het heftigste is. Ik ga nu even rustig aan om mijn voet omhoog te liggen. Want ik heb weer een beetje last van mijn teen. Ik merk dat ik weer een beetje heel lichtjes last heb. Dus het is niet zo dat het heel heftig is en dat het dus nog steeds kan zitten. Maar het is echt een heel lichtjes pijn die ik heb in mijn teen. Maar goed, dat komt allemaal wel goed. Ik ga even mijn weekvlog afzetten. Want ik was daarmee bezig. Vandaag ook bij mijn ouders thuis. Want ja, hè, vlog afmaken heeft wel toch een beetje ja, prioriteiten. Vooral als die van mij morgen online moet. Ik proberen twee keer per week weer te uploaden. Voor zover dat kan. Dat tenminste, dat ga ik proberen. Als mij dat lukt, dan voor een vaste lange tijd. Dan ga ik gewoon voor vast twee keer per week uploaden. Misschien wel drie keer per week. Dan kan ik maar even bekijken. Ik probeer eerst twee keer per week. Dus ja. Maar ja, het heeft ook omgeld op de Hattestikpartij. Hart van Nederland nog niet. Dat verwacht ik nog wel. RTL Nieuws heeft het natuurlijk ook niet bereikt. Maar we zullen het allemaal wel zien. Het is vandaag zondag. En ik ga vandaag lekker een pyjama dag houden. Lekker lui. Ja, dit is dus mijn pyjama wat ik aan heb nu. Lekker vandaag een pyjama dag houden. Lekker een lui zondag. Dat mag wel een keer. Ik heb dat al heel lang niet meer gedaan. Maar nu maar dacht ik van, laat ik het maar een keer lekker doen. Ik ga toch niet de deur uit. Ik ga nergens heen. Het weer laat het ook niet toe. Het is gewoon slecht weer. Dus ik kan net zo goed lekker gewoon een lui zondag houden. Of ja, echt lui. Ik moet wel wat doen. Maar in huis, maar er moet een was draaien straks. En een vlog van mij even inplannen. Thumbnail ervoor maken. Dus ja. Dat heb ik wel even doen. Ik had ook gisteren nog wel mijn moeder begrepen over van die steekpartij met mijn ouders in de straat. Die weg, het stuk wat, waar het is afgespeeld is weer vrijgegeven. Dus ook de straat erachter, een gedeelte wat af, waar het ook even afgespeeld is, ook vrijgegeven. Nu is het zo begrepen, die verdachte is gisteravond aangehouden in Ede. Het kan zijn dat hij zichzelf heeft aangegeven bij het ziekenhuis of dat hij bij iemand ondergedoken zat. Dat kan ook natuurlijk. Daar kan ik allemaal niet over oordelen, want ja, hè. Er zijn twee personen neergestoken, maar waarvan eentje echt heel slecht mee gaat, die een arm is gestoken.
daar gaat het heel slecht mee, heb ik begrepen. Dus dat is echt niet goed. En ook die andere persoon, die niet zo zwaar gewond zeg maar is, daar gaat het gelukkig wel goed mee. Maar wel triest voor diegene die, waar het niet zo goed mee gaat. Ik hoop dat diegene het redt, fingers crossed. Want het is echt niet niks. Echt heel erg jammer. Ja, het zou echt triest zijn als hij het niet redt. Ik hoop dat diegene het redt. Zomaar wordt gestoken met een mes, snap ik gewoon niet. Ik snap als je ruzie met elkaar hebt, maar ga niet dan met een mes lopen spelen. Kom op, hé. Ja, slaat nergens op. Los het dan gewoon op een volwassene manier op en niet op een manier met een mes. Dat lost niks op. Dan maak je alleen maar het voor jezelf erger dan het al is. Maar ik heb makkelijk praten. Dus, maar ja. Nou, vandaag niks niet echt hoeveel bijzonders te doen vandaag. Ja, ik was wel een begrijs naar boven gekomen. Die vroeg me of ik pannenkoeken wil eten. Maar toen kwam ze mee toen ik net echt wel uit mijn bed was. En ja, ik kan 's ochtends vroeg geen pannenkoeken wegkrijgen, geen brood wegkrijgen. Dat krijg ik gewoon niet weg, 's ochtends vroeg. Anders had ik het best wel willen doen. Daar niet van, ik vind pannenkoeken lekker, maar niet 's ochtends vroeg als ontbijt. Ik ben geen Amerikaan, ja? De Amerikanen dat het lekker vinden 's ochtends vroeg American pancakes te eten. Oké, maar mij niet gezien. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Ik had er gisteren helemaal niet meer aan gedacht verder. Totdat ik gisteravond in bed lag. Ik dacht, oh jee. Ik ben vergeten de weekvlog af te sluiten. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan kan ik hem alsnog nu gewoon afsluiten. Gisteravond heb ik eigenlijk niet veel meer bijzonder gedaan. Gewoon lekker gerelaxed, lekker rustig aan gedaan, lekker op de bank hangen. Ik heb bijna een tweede weekvlog van mij ook weer afgeëdit. Dus dat is mooi. Dus die ga ik vandaag laten. Die heb ik afgeëdit. Maar dan moet ik die vandaag nog laten renderen. En dan is het helemaal goed. Ja. En dan kan ik hem tumblemaak inplannen weer. En ja, ben ik weer helemaal bij. Dus dat is mooi. In ieder geval, ik wil jou dus bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet natuurlijk geen duim omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet je beneden op mijn kanaal te abonneren. Druk zeker ook even op het belletje. Zo krijg je altijd meldingen wanneer ik een vlog of upload. Of wanneer ik jouw reactie like. Of zelfs erop reageer en dus een hartje geef. Of jouw reactie vastzet, krijg je een melding. Maar zorg dan er ook voor dat je dan op alle meldingen klikt. Want dan krijg je dus alle meldingen van mijn kanaal. Volg jij trouwens nog niet, of ja, ben jij nog niet een lid van mijn Discord server? Speciaal voor jullie. Doe dat dan zeker. Link staat in de beschrijving. Ik zet de link ook voor jullie om makkelijker te maken. Eigenlijk gewoon lekker in de vastgezette reactie onder deze video, onder deze vlog. Discord server houdt gewoon eigenlijk in. Het is gewoon een chat functie. Waarbij je dus bepaalde soort groepen aan kan maken voor je eigen, zeg maar. Dus een community kan je ook maken daar. Dus en ik heb dus een community server. Heel gratis om daar te joinen. Kost je helemaal niks. Is gewoon heel gratis. Doe dat zeker. Het zou heel gezellig zijn. Het is nu ja, niet zo gezellig in de server. Als jij erbij komt, weet ik wel zeker dat het gezellig gaat worden. Ik en Spraakwater zitten er voornamelijk ook in. Dus join. En ja, ik zie je daar vanzelf verschijnen. Je kan er heel veel leuke dingen doen hoor. Echt, er zijn heel veel leuke dingen die je daar kan doen. Praten met elkaar. Maar er zijn nog heel veel dingen, leuke dingen te doen. In ieder geval, ik zie je volgende keer bij een nieuwe weekvlog weer.